zijn vanmiddag met een vijftal boten. Een viertal boten voorzien van sponsoring en clubbestuurders. Dat kleine café aan de haven. Het eerste wat je doet als je een interview doet, dan ga je de vrijwilligers pakken, want die zijn onmisbaar. Dat klopt. En jij bent heel belangrijk, want jij bent toernooidirecteur. Ja, zo is het net genoemd inderdaad. Nee, ik hou me bezig met de organisatie rondom kaartverkoop. Ballenjongens, stewards en er was er nog één, EHBO. Ja. En ik regel dat daar de mensen de hele week voor aanwezig zijn en op de juiste plekken staan. Dus, En? Nou, het is hartstikke goed gegaan. Er waren wat moeilijke aanloopjes, maar we hebben het gered. Dus, Blessures? Blessures? Nee, we hebben bij de EHBO één iemand gehad met een schrammetje op de knie. En voor de rest is eigenlijk helemaal perfect gelopen. Helemaal niks. Ja, dan staat hier een hele tevreden voorzitter natuurlijk. Ja, nogmaals geen voorzitter, maar ik ben erg blij dat het allemaal zo gelopen is, ja. Dus. Ik ga even naar Toos. Ja. Ik ben Toos en ik ben denk wel de oudste hier van de vrijwilligers. Hè? Ja, dat denk ik ook. Nou, maar ik voel me nog jong. Dus ik vind het heerlijk hier. Wat is jouw functie? Gewoon in de kantine, de bakken. En ik heb soms als middags een kaartclub hier. Ja. Dus. En nu mag ik vragen hoe oud u bent of is dat een pijnlijk? Nee hè? 78. Waarom sta jij te lachen op? Nou, omdat ze al zo'n vrijwilliger. Nou, mijn hele leven loop ik hier al. Yeah. Maar Toos ook. Yeah. Dus ja, Toos van de Brink, je hebt nog met haar zoons gevoetbald. Dus ja, het is zo'n vrijwilliger die bij de club altijd maar het liefst ze nodig hebben. Die moet je koesteren, hè? Ja, zo'n meisje, hè? Ja, nog vele jaren, Toos. Ja, dat is echt wel. Ik hoop het. Ja. Hey, jouw baan? Mijn baan? Ik sta beneden bij de TAP. En daar ga ik even iets meer over vragen. Vind je het vervelend dat ik hem iets meer aandacht geef? Nee, ja. Ga ik. Jij staat aan de tap. Bij de tap beneden. En bevoorraden zorgen dat alles bijgevuld wordt. Want ja, we hebben hele goede dagen gehad. Dus, hoeveel vaten zijn er doorheen gegaan? Had? Nou, we doen geen vaten. We hebben geen vaten. 1000 liter tank. Daarom. Dus, en daar wordt dus het bier. We hebben een slang vanaf de tank naar buiten zien te krijgen. Vandaar dat er niet verder op het veld een steentje staat. Want anders moesten ze met allemaal frisse bier lopen sjouwen. Is de bodem al in zicht voor die 2000 liter? Ja, volgens mij wel hoor. Voor mij is die al een keer vervangen. Wel is de Heineken tankwagen hier al een keer geweest. Rudy, toen jij ons zag zei je van, hey, jullie zijn van Eva. Ja, dat klopt. Ik kijk altijd. Ja. En nu ben je hier in de catering. Je haalt de glazen op. Heb je alles nog heel gehouden? Ja hoor. Ja? Ga je ook spoelen? Nee, maar ik mag niet achter de bar. Dat, nee. Dus je haalt de glazen op en dan ga je de volgende keer weer terug om glazen op te halen. Maar als ze allemaal leeg zijn toch wel, hè? Ja, tuurlijk. Hey, en blijven kijken naar Eva, hè? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Het Boas Zwartkoor. Yeah. Tref ik hier aan op 7V. Hebben jullie opgetreden? Ja, we zijn met het hele koor zijn we met de waterlijn op de bootjes geweest. Yeah. Er waren vier boten met genodigden. En wij hebben er tussendoor gelaveerd. En leuke nummertjes gezongen. Yeah. Ja. En kunnen jullie ook heel kort voor de camera zo'n dingetje doen? Ja, een klein. Wat voor dingetje? Ja, dat zijn gevaarlijke vragen. Dat zijn gevaarlijke vragen. Nee, ik bedoel een nummertje. Een nummertje? Dat is ook niet goed. Sorry. Dit knippen we eruit, hè? Dit knippen we eruit, hè? Amsterdamse grachten? Amersfoortse grachten. Amersfoortse grachten. Gaan we dan inhaken? Ja. Ik hoor niks. Ze altijd verpand aan de Amersfoortse gedachten. Als de mooiste stad in ons land. Al die Amersfoort. Niet alleen playbacken jij natuurlijk, hè, meezingen. Al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen.
dan een Amersfoorter te zijn. Okay. Applaus voor jezelf. Joop, dit is gezellig. Volgende week zaterdag is er een korenmiddag op de Groenmarkt. Ja. Misschien dat ik het nu niet mag zeggen, maar heel erg leuk. Er zijn 5 koren, treden daarop op het plein. Het maakt ook weer schandalig misbruik. Reclame, hè? Ja. De mensen die het gezellig vinden moeten dan komen. We gaan volgende week wel meerijden. Dat is weer wat anders. Ik heb weer een andere pet op. Maar dat is op zondag. Dan hebben we de Classic Car Tour. Dat is weer iets anders. Hou maar. Weer gaat hij dat misbruik van maken. Kies mee, dankjewel. Dank je. Hey, okay. Leuk. Ja, dank je. Evert, je was gestopt met fluiten en vlaggen. Maar ze hebben je weer een beetje als stand-by binnengehaald, hè? Inderdaad. Ik heb weer 2 wedstrijden moeten vlaggen van mensen die ineens afbelden. Dus zodoende was het makkelijk om mij daar weer bij te voegen. Ja. En, doe het graag. Ja, natuurlijk. Ja. Je doet het voor de club en voor de AVK. Ja. Niet stijf? Helemaal niet. Goede conditie? Nog steeds. Mogelijk. Leeftijd? Bijna 66. Even kijken, het niveau van de fluitisten. Nou, die is geweldig. We zijn dik tevreden. Zelfs meneer Luigen komt vanavond. Dus dat is een pluspunt voor de vereniging en voor het AVK. Ja. Uitstekend. Dat is een toppertje. Dat is het. Ja. Ja, hij is waarschijnlijk een oud topper natuurlijk, maar dat hij dit hier doet vind ik leuk. Ja, ik ook. Ja. Ik heb hem 14 dagen geleden heb ik hem nog zien fluiten bij Sparta Nijkerk tegen Spakenburg. Ja. Toen heb ik het ook al gezien, dat heb ik net ook tegen hem gezegd, dat hij er een leuke pot van maken. Ja, keurig. Dat doe je goed. Want hij moet natuurlijk nog vele jaren terugkomen om te fluiten hier natuurlijk. Dat zou heel mooi wezen. Nou, hier zeg ik maar dan bij de andere vereniging, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik ga naar de andere Evert, bestuurslid. Functie? Bestuurslid bij CVV, maar vandaag vooral bestuurslid van de stichting AVK. Ja. Het was een gezonde club, las ik, hè? De AVK is een gezonde club. Of het is eigenlijk de 13 verenigingen die zijn aandeelhouder tussen aanhalingstekens. Ja. Dus het gaat goed. Jullie hebben een paar grote sponsoren binnengehaald, onder andere Labé Advocaten. Hoe gaat het in zijn werk? Gaan jullie dan komen die vanzelf? Daar moet je toch iets voor doen, denk ik. Nee, wij hebben een sponsorcommissie die bestaat uit Bert van Plateringen en Piet Hoek. Ja. En die gaan de boer op, om maar zo te zeggen. En het lukt steeds om weer sponsoren binnen te krijgen. Want moeten ze per se iets, een link hebben met voetbal? Nou, hè? Nee hoor, dat maakt niks uit. Nee. Het belangrijkste voor ons is om dit toernooi financieel rond te krijgen. Ja. En daar kijken we naar. Het staat als een huis weer, hè? Het staat als een huis. Het is geweldige accommodatie hier. En geweldig. Tot slot, mijn heren. Een finale Hoogland Kwik. Uitslag. Voor mij een 3-1 Hoogland. Evert, uitslag. 4-1 Hoogland. Mijn heren, het staat erop. U kunt het van de week terugkijken. Heren, ik hou het kort. Jullie staan natuurlijk, normaal gesproken trek ik een doodnerveuze trainers aan, maar hier staan ze heel relaxed met z'n tweetjes. Kwik en Hoogland. Ik wil van jullie heel even kort weten, Peter. Uitslag. Nou, uitslag wil ik me niet aan doen, maar wij gaan wel om Amersfoort kampioen te worden. Met alles wat in ons vermogen ligt. En Ernst gaat dat verhinderen. Dat is te hopen natuurlijk. Ik bedoel, je speelt de finale om te winnen. Dus uiteindelijk, we zullen zien. Geen 2 vingers in de neus? Nee, absoluut niet. Want Ernst is ook nog eens een collega van me. Dus ik weet natuurlijk de manier waarop hij wil spelen. En we willen allebei graag voetballen. Dus 2 vingers in de neus, dat zou misplaatste arrogantie zijn, denk ik. Okay. Eerlijk, hè? Ja, nee, ik hoop gewoon op een mooie wedstrijd. Ik bedoel, blijft natuurlijk een oefenwedstrijd. En je zit midden in de voorbereiding. Ja. Maar ik bedoel, Hoogland, goede tegenstander, goede vereniging. Dus ik ben benieuwd. Ja. Hebben jullie het een beetje staan nu, die elftallen? Of is het nog met vakantie veel dat je nog niet helemaal met je sterkste potje kan beginnen? Nou, je hebt natuurlijk wel wat jongens die blessures of nog een enkeling op vakantie. Maar over het algemeen, het grootste gedeelte is wel terug. Is terug. Ja. Dus sta je met een goed sterk elftal? Een redelijke elftal in het veld, ja. Nou, dan kun je wat verwachten. Ja, daar kijk ik ook niet van op. Maar wij staan ook wel met een redelijk elftal in het veld, ja. Heren, mag ik jullie na afloop nog even interviewen, kort? Over het eindresultaat en of jullie elkaar niet in de haren zijn gevlogen? Nee, dat zal wel meevallen. Oké, dankjewel. Nou, dat laatste kan ik nog niet beloven, maar aan het eind van de wedstrijd kom ik. Dankjewel. Tot straks, hè. Peter Koenen, ad interim voorzitter van de gastheer van deze hele week. Ja. Hoe gaat het tot nu toe?
Nou, we mogen spreken, zeggen we dan maar in cliché-termen, over een zeer geslaagd evenement. Ja. Ja. We hebben heel veel sportiviteit. We hebben heel veel ontmoeting. En we hebben redelijk voetbal, om het zo te zeggen. En we hebben een hele mooie finale. En we hebben heel veel supporters. Heel veel Amersfoortse voetbalsupporters die met een eigen clubje mee zijn gekomen. En ja, dat gaat ontzettend leuk. Okay, ja. Ja, mensen ontmoeten. Het is eigenlijk een jaarlijkse reunie. En wat hebben jullie nog meer nieuw? De tribune. We hebben een nieuwe tribune. We zijn gezegend met een club van 100. Ja. En die Club van 100 doet hier van alles. Hè. Je kan wel meer laten. We hebben een nieuwe tribune. En we hebben, die was na 10 jaar wel aan vervangen, 15 jaar. Ja. Maar wat ze bijvoorbeeld ook hebben gedaan, ze die parasols hierachter. Ja. Ze doen hier van allerlei mooie dingen. Ze hebben verlichting georganiseerd voor ons. Nee, ik moet zeggen, de Club van 100 van CVV is zeer actief en zeer bijzonder. Ja. Is het een genot om ad interim voorzitter ja. te zijn? Ja, ik moet wel zeggen. Want je moest Hidde ten horen volgen, hè? Ja. Hidde gaf te kennen dat hij vanwege allerlei omstandigheden moest ophouden. Dat was heel jammer, want we hebben echt daar een groot talent in verloren als bestuurder. Ja. Maar hij zal zich verder ontwikkelen en we zullen nog wel meer van hem horen, denken op termijn. Ja, en dan zit je toch even in het midden in het seizoen toch, zit je om het hand als club. Ja. En toen, ja, toen hebben we gesproken en dan is het in het kader van handje helpen even kijken wat je kunt doen. Nou, en daar ben ik nu mee bezig. En zo zijn het leuk, merk. Ja. Ja. Maar CVV is jouw kindje, geloof ik, hè? Hoe lang al? Nou, kindje, dat gaat te ver. Nee, echt zo zit ik er nooit in. Nee, maar ik heb wel een hele fijne contact hier. En ik ben 50 jaar lid ongeveer nu, dus ik zit al heel lang. Ik zou ook niet weten waar ik anders naartoe moet, dat is wel een beperking in het leven, zeg ik wel. Maar je vindt hier heel veel, dus ja, ik moet zeggen, ik vind het een hele fijne club. Met waarbij we vooral, dat vind ik van de club altijd leuk, je hebt een grote diversiteit aan mensen. Dat is ontzettend leuk. En we hebben qua voetbal hebben we ook veel te bieden. Dus we hebben hier damesvoetbal, we hebben meisjesvoetbal, we hebben gehandicapten. We hebben 30 augustus weer een heel groot zonnebloemtoernooi. Dat is een gehandicapten toernooi. Verstandig gehandicapten moet ik zeggen. Nou ja, dan hebben we het recreantenvoetbal. We hebben het zogenaamde 45-plus voetbal. Het enige wat we niet hebben is het topvoetbal. We blijven recreanten, ook met onze eerste elftal. Ja. Alleen komt de top straks in de finale te staan, Hoogland en Kwik. En zo hoort het ook. Je wil geen verrassing in de finale. Nee, maar ik wil wel voor jou een uitslag. Ik denk dat ASC Nieuwland gaat winnen. Hoogland. Nee, sorry. Nee, ik ben weer helemaal in. Nee, dat is toch het noorden. Het noorden tegen het zuiden. Zo heb ik het. Staat het erop? Ja, het staat erop. Nee, het is helemaal goed. Nee, want ik hou me ook zo niet meer mee met dat voetbal. Hoogland, Kwik. Hoogland, Kwik. Ik denk dat Kwik gaat winnen met 3-2. Verrassend. Ja, en er worden geen penalties genomen dus. En het is ook geen verlenging. Ik denk dat we voor die tijd naar huis kunnen. Peter Koenen, dank je voor deze schitterende, onverwachte diagnose. Nou, graag gedaan. En weet één ding, ik heb er wel verstand van. Dus. Je was er al. Ik ken die Barbie, je zit toch op de brug ook niet meer? Ja, wij hebben 100 jaar terug, geloof ik, een keer gevoetbald met z'n tweeën. Dat is heel lang geleden, Joop. Bij de gemeente. Ja, dat is gemeente Amersfoort 1970 volgens mij, Joop. Toen was ik ook een stuk slanker, hoor. Toen zag ik er zo uit als jij. Maar jij wilde even een toernooi onder de aandacht brengen. Ja, vooral het geestelijke gehandicaptentoernooi. Dit jaar, op 30 augustus organiseren wij het geestelijke gehandicaptentoernooi in Amersfoort. Doen we voor het 24e jaar. Zijn met bijna 20 team geestelijke en lichamelijke gehandicapte spelers. En dat is de feestdag van de voetbalvereniging CVV. Ja. Hier in, op alle velden? Op alle velden. We spelen op halve velden. We delen ze in. Dus dan hebben we 8 teams tegelijk aan het spelen. En ze komen van Heinen en verre, ze komen uit Zutphen, ze komen uit Harderwijk, ze komen uit Barnevelds, Esso, Soest, nou ja, alles in de regio, zeg maar. Dus dat wordt het feest van CVV. Inmiddels zijn we natuurlijk hoofdsponsor geworden van dit toernooi. Vorig jaar waren we subsponsor, wat we nu hebben uitgebreid naar het hoofdsponsorschap. En dat bevalt heel goed. Ik denk dat er veel enthousiasme is. Zowel vanuit de gemeente Amersfoort, alle mensen vanuit de gemeente Amersfoort, de inwoners. En ook de ondernemers en de verenigingen. Is voetbal een mooie promotie dan voor Labé Advocaat? Een goede exposure om het maar eens te doen? Zeker. Want dit toernooi bestaat al heel erg lang. En er komen heel veel mensen uit Amersfoort. Die zijn hier aanwezig. Voetballers uit Amersfoort. Het kantoor bestaat ook al heel erg lang. Hier kunnen vele cliënten van ons rondlopen. En we willen wat terug doen voor die mensen. Dus dit is een perfecte manier voor ons. En hebben jullie zelf iets met voetbal dat je zegt, ik
Weet wat buitenspel is? Nou ja, dat ga ik nog wel redden. Om dat te zeggen dat ik een hele professional ben en deskundige, dat nou weer niet. Maar ja, we hebben zeker wat met voetbal. Ja. Ja. Ook, jij hebt iets met voetbal. Jij weet wat buitenspel is? Nou ja, vraag me niet om uit te leggen op dit moment. Maar ik weet het wel. Maar mijn broer voetbalde ook jarenlang. Die is nu net dit jaar opgehouden. Maar door hem heb ik ook wel eens op dit toernooi rondgelopen. Dus ik ken het toernooi daarvan. En ik ken daardoor ook heel veel voetballers die hier rondlopen. Dus dat zorgt wel voor een binding. Hoe lang hebben jullie je verbonden als sponsor van het AVK? Op dit moment hebben wij ons voor 1 jaar verbonden. En dat komt ook omdat wij zijn nu met 3 nieuwe partners hebben we het kantoor overgenomen. Dus wij hebben gedacht, nou, we willen eerst kijken hoe dit uitpakt. Ja. En als dat bevalt, nou ja, is er altijd ruimte natuurlijk weer om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we hebben voor nu gezegd, we beperken dat nu in principe voor, gaan we dat 1 jaar aan. En daarna gaan we verder kijken, gaan we ermee door en op welke manier. Ja. En dan komt het nu bij de cruciale vraag. Nou. De finalisten zijn Hoogland en Kwik. Ja. Een uitslag graag. 3-1 voor Kwik. Ja, we sponsoren Kwik, hè, dus we moeten kleur bekennen. 3-1 voor Kwik. Ja. Ik ga voor 2-1 voor Kwik. Amersfoort voetbalkampioenschappen. Ja. Ja. Wat hebben jullie daarmee? Nou, wij sponsoren. Nee, niet naar mij kijken, een beetje zo in de microfoon. Nou ja, wij sponsoren. Wat wij doen is de sponsor. We hebben de tent gedaan, de aankleding buiten de bar om. We hebben een stukje eten gedaan. Dat zag ik. Ja. We hebben de inrichting gedaan buiten de bar. Dat is weer van andere mensen. Maar verder zijn we heel nauw betrokken bij. Ik heb vroeger veel gevoetbald. En ik heb vroeger veel gevoetbald, dus ja. Ik ben nog steeds wel nauw bij betrokken. Oh. Ja. Hoe denk jij erover? Is dat, Koop moet weer gaan voetballen. Ja? Want? Ja, dan blijft hij een beetje lenig, een beetje. Hè? Ik kijk even naar hem. Is dat een beetje te zwaar? Af en toe. Tot slot nog even. Hoogland Kwik, de uitslag. Kwik. Ja? Ja. Wacht. Jij eerst. Ja, Kwik 2-1. Kwik wint. Kwik 2-1. Ja, ik ga ook wel voor 1-0 voor Kwik. Bert, ja. En André, mag ik jullie een compliment maken? Jullie zien er strak uit. Ja, ja, ja. What happened? Ja, we worden gesponsord. Ja? Jazeker. Een jasje met overhemden. Ja, ja. Door onze vriend Jacques Hensen. Maar wat dat betreft hartstikke mooi. Goed gekleed. En geeft weer een stukje betrokkenheid vanuit de Amersfoort. Ook vanuit de middenstand. Dat ze dit gewoon een heel goed evenement vinden. En ik ben in ieder geval hartstikke blij mee. Ik denk alle bestuursleden ook. Ja, okay. Ja. Ja, uitzekend. Dat geldt voor allemaal, geloof ik. Hè? Voor allemaal, behalve de dame. Ja, Astrid. Ja, Astrid, ja, die kreeg een mantelpakje van ons. Hensen is herenmode. Nee, is mannenmode. Dus ja, maar die is ook verwend. Ja. Hey, straks na afloop van de wedstrijd kom ik nog even voor jullie terug. Even een uitslag. Hoogland Kwik. Ik zeg Kwik. Ik zorg voor een verrassing. Eindstand. 0-1. Hoogland Kwik, 0-1. Staat erop, hè? Ja, dat... André? 0-0 en we gaan weer lekker penalties meenemen. Vraag stel ik nu bij de team aan u voor. Coach Ernst Kraak van AFC Kwik, die over het helemaal in het blauw spelen, brengt de volgende spelers binnen de lijnen. Met nummer 1. Betsy van Beekhoven. Met nummer 2, Mark Bond. Hoogland is namelijk aan de beurt. Nummer 19, Michael van den Beuren. De scheidsrechter van de finale van het Amersfoort Voetbalkampioenschap 2014.
gepresenteerd door spelers en technische staf van AFC Kriek. Heerlijk gevoel, ja. Hoe lullig ook voor Juan, maar de voorspelling van woensdag is toch uitgekomen, ja. Inderdaad. Knap gedaan, jongens, tweede klas. Oh, ik wou net zeggen, ja, het is, we hadden het eigenlijk vooraf wel goed gevoel over, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ja, we komen vroeg op voorsprong. En, in de vierde minuut. In de vierde minuut. Hij zat er lekker in, ik kan niet anders zeggen. Het was eerst al een klein schot die Sebastian net uithaalt. En ja, in dezelfde corner knik hem nog wel eens nog binnen. Dus het was echt heerlijk. En ik moet echt een goed compliment aan het team geven. Want we hebben echt als team geknokt. Het was echt, volgens mij was het ook wel van de kant af te zien hoe we voor elkaar vochten. En hoe we als team hebben gestaan. We pakten zelfs nog een kaartje. We pakten nog een kaartje. We hebben zelfs met 10 man hebben we nog gestaan naar Hoogland. En dat is geweldig. 3-0 tegen Hoogland. Ja, echt. Gaan jullie hier de competitie mee met deze jongens? Met grote twee jongens. We hebben echt een hele grote selectie gekregen in deze zomer. Er zijn eigenlijk wel flink wat aantal jongens bijgekomen. Ja. Dus voor concurrentie is dat echt wel is eigenlijk heel goed. En je ziet gelijk dat het ook scherp maakt. En het is een hele gretige groep. En we willen allemaal wat laten zien. En we hebben toch nog wel een beetje individueel geprobeerd te voetballen. Maar hoe je het vandaag zag, was gewoon echt een het was echt perfect. Het was gewoon een team voor elkaar willen vechten. En als we zo doorgaan, dan kunnen dit soort nog hele mooie dingen gebeuren. Willem en Mark, ja. Jij bent helemaal weer hersteld van akelige blessures. Niet helemaal, maar ik ben aardig op de weg. En jouw vader vertelt net dat je dat voorspeld had. Ja, deze uitslag of deze, nee, deze de winst? Ja, de winst had hij vanmorgen voorspeld. Ja. En toen moest jij lachen, hè? Nou, als ik keek in zijn ogen en ik denk van nou, als hij dat meent, dan gaat hij er 100% voor en dat gaat lukken. Heb je goed voorspeld? Ja, ja. Iedereen zei vooraf dat het 3-0 zou worden, maar 3-0 voor Hoogland. Nou, dat werkte bij ons zo als doping, dat wij gewoon vol erop gevlogen zijn. En ja, dan zien we wel waar het schip strandt. Ja. Nou, 3-0 is het ook geworden. Ik wist ook niet wat ik zag. In de vierde minuut al een schitterende goal. Het is natuurlijk wel heerlijk voor Kwik, zo snel op voorsprong. Ja. Want dan kan je een beetje achterover hangen. Verdediging is toch het sterkste onderdeel nog steeds bij Kwik. Nee, maar en op dat moment krijg je ruimte voorin. En dat hebben ze uitstekend benut. Goeie nieuwe spits erbij die mooi afmaakt. Goeie nieuwe spits? Ja, topspits. Komt ja. Die vandaan? Veefsta. Ja. En wat sta je zelf nou? Ik sta rechtsachter. Ja. Lekkere plek. Goeie plek. Ja, goede plek. Lekker dicht bij de lijn. Ben ik er ook weer snel uit. Komend seizoen blijf je daar staan. Wat gaat er gebeuren? John van der Brom.
Het is knap niveau wat vandaag in Amersfoort is gebeurd. Niet alleen vandaag. Ik denk dat je de hele week fantastische leuke wedstrijden hebt gezien. En het is het voordeel dat het in de voorbereiding is. Dat alle clubs zich willen tonen aan de supporters. En ik heb veel wedstrijden gezien. Wat ik zeg, het was heel erg leuk om naar te kijken. Knap hoor, dat Kwik. Ja, zeker. Nee, zeker, dik verdiend gewonnen. Dus ik denk dat de trainer had het goed neergezet. En goed gebruik gemaakt van de ruimte die Hoogland op een gegeven moment ging geven. En mooie goals, dus alles wat een wedstrijd mooi kan maken hebben we gezien. Super. Ernst Kraak zou wel staan glunderen, denk ik. Kampioenenmaker, hè? Dus, goed, hè? Van harte. Ja, dankjewel. Ik heb genoten van het potje. Dat stond dus aan de huis ergens hoor, dat team van jou. Ik moet zeggen, het is gewoon een goede wedstrijd. Ja. Een hele goede teamprestatie. Uiteindelijk zijn we net 2 weken bezig. Ja. En dan is het toch knap als team ook. 3 wedstrijden in 5 dagen. En dat je dit kan brengen. Dus het belooft dan ook. Ja, dat zeg ik wel. Ja. De eerste klap is ook in de Alderwaard, die is binnen. Precies. Ga ik even naar jouw goede vriend, Peet. Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja, precies het tegenovergestelde natuurlijk. Kijk, ik had er ook wel duidelijk voor gekozen. Ik zeg van, nou jongens, moet luisteren, we hebben een goede selectie en iedereen die komt aan spelen toe. Maar je verwacht dat je niet op deze manier te kijken gezet wordt. En dan zijn er geen enkele excuses. Ik bedoel, Kwik heeft gespeeld met een Leeuwaard, dat kon je zien in de duels. En als Hoogland, we waren gewoon niet in staat, ondanks dat we wel de vrije man volgens mij op middenveld hadden. Maar we zijn niet aan het voetballen toegekomen eigenlijk, de hele wedstrijd niet. Werk aan de winkel? Ja, werk aan de winkel. Kijk, we gaan gewoon doorselecteren. Hè. Ik ben natuurlijk een nieuwe trainer, dus we zijn een hele nieuwe groep. Dus en ik wil gewoon iedereen zijn kansen geven. Ja, en degene die zijn kansen pakken, die blijven erbij. En degene die dat... wat moeizaam, die zullen even in de wachtkamer plaats moeten nemen. En dat is wel natuurlijk wel wat ik vandaag gezien heb. André, Joop. AVK zit erop voor 2014. Ja, het zit er weer. Geslaagd, hè? Ja, het is buitengewoon geslaagd. Ik had niet verwacht dat we elke keer iets zouden overtreffen van het vorige jaar. Maar het lukt elke keer tot dusver nog wel. En is het niet door het voetbal... Dan is het wel door de thema's die we eromheen kunnen bedenken. In dit jaar met de boottochtjes natuurlijk. Ja, ja. Maar we hadden dit jaar zelfs beide. Qua voetbal was het weer overtroffen ten opzichte van vorig jaar. En wat ik al aangaf, een themaatje erbij. Bootje varen. Mooi smartlappenkoor onder leiding van de heer Smeeing. Die had wat dat betreft een mooi 50-jarig jubileum met zijn clubje. Dus wat dat betreft helemaal perfect. Ja, we gaan er weer. Alleen Hoogland hè, voor de 6e keer. Ja, finalist en dan eindigen we als 2. Ja, ze zitten een beetje vastgeroest. De vraag is nu, hoe krijgen ze zich daar nou uit losgewurmd? Hè? En daar ligt in ieder geval een mooie uitdaging voor de trainer. Ik ga ervan uit dat hij volgend jaar ook het AVK mag begeleiden als trainer. Dus hij weet in ieder geval zijn zwakke punten. En qua voetbal zag ik genoeg gebeuren ook van hun kant uit. Maar er zat een net even iets minder spirit in dan tegenstander. Ja, Kwik ging net even iets verder, denk ik. En je ziet dat is dan toch weer voldoende om een verrassende uitslag neer te zetten. Dus wat dat betreft mooi. André Hielkert, wij sluiten de AVK 2014 af. Hier bij een goede gast hier overigens. Ja, uitermate content. Heel plezierig mee samengewerkt. Ik bedoel, het was net ook de eerste gelijke grote uitdaging voor Peter natuurlijk. Ja, ja. Die was ook zo enthousiast. Die was heel Ja, hij is buitengewoon enthousiast. Ja, ja. Ik denk ook net even dat we dat nodig hadden. Zeker ten aanzien van dit soort dingen te organiseren. Enthousiasme. Ja. Dat heeft hij over kunnen brengen. Ik moet zeggen, ik heb een buitengewoon plezierige samenwerking met hem gehad. Ik verwacht daar in de komende tijd ook nog wel meer van. Niet alleen met de AFK, maar met allerlei andere voetbalzaken rondom Amersfoort. Dus helemaal top. Helemaal goed. Go.